Om mee te mogen doen met de verkiezingen heeft elke politieke partij per kiesdistrict tenminste 40 handtekeningen nodig. Vandaag was de laatste dag dat men deze kon inleveren. Bij de Piratenpartij, die dit jaar voor de tweede keer meegaat dingen naar een zetel, was het nog even spannend of ze genoeg handtekeningen verzameld had. Veel Groningers zijn nog niet bekend met de Piratenpartij. Nou, zover ik weet is dat gewoon Nederlandstalige muziek. Die hebben een hele grote boot en die hebben een kapitein met een houten poot en een haak. Ik denk dat er heel veel piraten zijn. De Piratenpartij is een politieke partij die zich inzet voor vrije informatie en voor betere bewaking van privacy en persoonlijke informatie. We staan voor een vrije informatiesamenleving. Dus vrijheid van internet, van delen van informatie, gebruiken van informatie. Transparantie voor bijvoorbeeld overheidsinformatie. Dat informatie vrij gebruikt kan worden of, door bijvoorbeeld bedrijven, door burgers, om mee te doen wat zij nodig vinden om te doen. Momenteel draait het vooral om de verkiezingen, om mee te kunnen doen aan de verkiezingen. En vandaag is de officiële dag dat de kandidaatstelling is. Dus worden door heel Nederland in alle kiesdistricten documenten ingeleverd en ondersteuningsverklaringen. Vanochtend heeft de partij de handtekeningen overhandigd. En dat betekent dat Groningers bij de volgende verkiezingen kunnen stemmen op de Piratenpartij.